banken, Unie, steeds dichterbij te komen. Daarin is het niet langer onbespreekbaar dat zwakke banken straks rechtstreeks geholpen kunnen gaan worden door het Europees Noodfonds. We see that it is important to consider this alternative of direct bank recapitalization as we are now moving on in the... Het hulpfonds wat binnenkort in intreedt, dat dat dus direct de banken mag helpen in plaats van via de overheidsfinanciën. En dan voorkom je dat de schuld opbouwt en dan staan de overheidsfinanciën er dus een stuk beter voor. En daar wil premier Mark Rutte in ieder geval niets van weten. Hij gooit de deur naar directe bankensteun, die overigens nog maar net op een klein kiertje stond, hard dicht. Waar we niet voor voelen is eurobonds, dat zien we op dit moment helemaal niet zitten. Waar we niet voor voelen is het rechtstreeks financieren van banken vanuit het Europese noodfonds, zonder dat eerst de hoofdstad daarop tussen zit. En waar we ook niets voor voelen is op dit moment het invoeren van het Europees depositogarantiestelsel. Dat zijn allemaal voorstellen waar wij eigenlijk niet in geïnteresseerd zijn. Goed, we gaan naar de beurs door. Matthijs, nu is premier Rutte op verkiezingstournee, dus die mag wat Europese klanken laten horen. Maar hoe waarschijnlijk is het dat hij maar nog steeds blanket komt? Nou ja, uiteindelijk gaat het wel het schip weer keren. Hè. In principe sturen we net zolang totdat de eurocrisis ook Duitsland en Nederland begint te raken. Dat hebben we een paar keer nu zien gebeuren, dat het maar niet zo groot werd. Dat ook Nederlands en Duitsers zenuwachtig werden. En noem ik steeds heel beleefd Nederlands erbij, maar we hebben natuurlijk gewoon steeds over de Duitsers die beslissen dit soort dingen. Ik vind het wel een potsierlijke vertoning in Den Haag. Maar deze maatregel die zou 1 januari 2030 ingaan. De verkiezingstijd te verwachten. Hij komt.